Lieve kijkbuiskindertjes, we zijn er weer en we zijn vandaag weer op pad om een auto te gaan reinigen. En als je afvraagt, hoe gaat het nou met jou eigenlijk? Ja, eigenlijk best wel goed. Waar het vorig jaar met de wereld goed ging, ging het bij mij wel eventjes wat minder, dat moet ik eerlijk toegeven. En nu, ik durf het bijna niet hard om te zeggen, maar met de wereld heel slecht gaat, gaat het bij mij eigenlijk best wel goed. Ik voel me gezond, ik voel me lekker, heb ik ook echt zelf aan moeten werken. Alles natuurlijk om zo strijdvaardig ook voor mijn kids te zijn. Met mijn zoontje gaan we de goede kant op en we gaan nu voor mijn dochter. Ik heb het zojuist begrepen, met een kort geding was de enige manier nog om naar de rechtbank te komen in deze gekke coronatijden, want de rest staat allemaal op hold. Dus vaders, let op, kort geding. We gaan auto wassen en dit wordt de laatste keer dat ik op dit kanaal een auto gewassen. Ah, er zijn vast allemaal wat flatjes en dingetjes voorbij schieten. Flatjes, goed woord. Maar we gaan een apart kanaal ook eigenlijk gaan doen voor Eco Car Cleaners. En dit is gewoon de persoonlijke ding, jongens. Blijf abonneren, we zitten bijna 1000 abonnees. Vind ik hartstikke leuk. Gewoon om het een en ander een beetje te scheiden. Dus geniet ermee. We gaan voor de laatste keer auto's wassen. Althans niet voor de laatste keer, maar in ieder geval op dit kanaal. En dan komt er dus een kanaal van Eco Car Cleaners apart. Zoek dat eventjes op. Het is er nu nog niet, dus je kan er lang zoeken. Maar het komt er wel aan. Vandaag hebben we deze Range Rover. We gaan hem niet alleen stomen. We gaan hem polijsten en beschermen met een lakpanzer. Wanneer de auto gestoomd is, lijkt hij op het eerste oog helemaal schoon. Maar als het zonnetje er dan op komt en je gaat heel goed kijken, zie je dat hij helemaal vol zit met swirls, oftewel die zonnetjes, die bekende wasstraat zonnetjes. En dat wil je niet, zeker niet op die zwarte Range. Zo, in eerste instantie heb ik de kunststofdelen ingezet met een soort vetgeit. Als je dat niet doet en je komt met je paleismachine hier tegenaan, dan krijg je die witte uitgeslagen vlekken erin. En dat willen we natuurlijk niet. Nou, je ziet, dit stukje zijn we bezig. Maar we hebben nog wel even te gaan. Voordeur, waar we in principe alleen gestoomd hebben. En als je nu doorloopt naar de achterportier. Kijk eens eventjes. Lijkt het plafond wel van een Rolls Royce. En nu, say hello to my little friend. Let's protect this Range Rover. Als je het gaat plaatsen, zorg ervoor dat je dit op deze manier op je spons doet. Want alles loopt er doorheen en daar is het product gewoon net even iets te duur voor. Hou hem eronder en schud het zo omhoog. Zit er genoeg op om het in te zetten. Ook hiermee niet de kunststofdelen raken. Als je niet onzeker bent of dat je lukt, plak ze daarna voor de zekerheid. We hebben de auto ingezet met het lakpanzer. Vaak als je een nieuwe auto of een gebruikte auto als het goede verkoper is, bieden ze dit vaak aan. Dit besteden ze vaak uit aan een eigen poetsbedrijf. Ze moeten natuurlijk zelf geld erop verdienen, het poetsbedrijf moet erop verdienen. Die moeten de auto helemaal gaan ontvetten. Dat hoeven wij niet, want we reinigen natuurlijk met stoom. Dus ontvet is die al. Ik kan het product gelijk aanbrengen. En gelukkig de meeste van mijn klanten komen natuurlijk altijd weer terug. Dus uiteindelijk scheelt het mij ook weer in de reiniging. En dat is de reden waarom ik eigenlijk de goedkoopste aanbieder in Nederland ben als het om lakpanzers gaat. Rob, ga ik zo even vrolijk van worden. En zo hoort ze natuurlijk weer te schijnen. Vraag voor de reiniging van de auto, puzzelenpanzer, maar 2500 euro. Polijstwerk is wel een extra, maar dat is het altijd. Maar ook daarin zal je je verbazen. Oftewel, zorg dat je schoon
en mijn scherm ronddraait. Thanks for watching. Vergeet niet te abonneren. Hey jongen. Kom mee naar binnen. Ja, we gaan deze wassen. Maar we zijn niet zomaar ergens. Ja, we gaan een kijkje nemen. In de garage. Jeetje, zo onschuldig als dat je eruit ziet. Hier gebeurt het gewoon. Is dit de bar? Ja. Ik zie het. Wauw. Oh, mag ik rondkijken? Ja, tuurlijk. Moet mijn handen in mijn zak houden, zeker? Nee hoor. Nee? Oh, kijk, al die prijsmakers ook. Ja, want hier staan we erbij. Dan stel je mij even voor. Doe maar weer spreekbeurt. Spreekbeurt. Oh, wat heb je hier voor je staan? Ik heb hier een Tofio motor. Een wat is? Een Tofio. Een Tofio? Top fuel bike. Oh, een top fuel. Dus die moet je tot de top moet je die vullen. Met benzine. Nee. Met nitro. Met nitro. Ik weet er echt heel erg bij. Ik ben motorrijder, dat zou je niet zeggen als je me zo ziet. Nee, dat zeker niet. Hoeveel pk? Wat draait dit? Weet je dat? 1340. Sorry? 1340. 1340? Nee? Nee joh. Ja. 1340. 1340, dat is meer dan een Bugatti Veyron. Ja. En dat op twee wielen. Nou ja, op één bandje. En achter is het heel erg dik. Maar natuurlijk omdat je achter moet je grip hebben. Ja, dat zeker. Maar moet je ook een beetje sturen dan? Je gaat rechtdoor. Het is alleen maar rechtdoor. Maar het voorwiel is gewoon voor balans. Balans, inderdaad. Wow. Hey, hier zit je vader dan achter het stuur. Ik zie hier allemaal foto's. Hoe oud was je voordat je voor het eerst op een motor zat? Tussen 6 en 8 jaar. 6 en 8 jaar. Dat zat hier waarschijnlijk ergens tussen. Ja. Kijk. Zit je hier voor op de motor? Ja. Oh, dan ben je echt nog heel erg jong, zeg. Je hebt wel een helm op. Kijk. Veiligheid boven alles, hè? Ja. En ik zie je nou ook nog, want heb je ook een motor, hè? Ja, twee. Was dit ook de droom van je vader dat zijn dochter dit ook zou doen? Ja, sinds dat ik geboren word. Ja, ergens denk ik ja. En aan de andere kant denk ik, ja, als ik mijn dochter op zo'n ding zit, is ook wel doodeng. Nou, deze zijn we mee bezig om klaar te maken. Ja. Ja, nu klaarmaken voor volgend jaar door corona. Ja, ah ja, dat is ook, geldt ook voor jullie natuurlijk, alle evenementen. Maar je zit in je eentje op de motor, maar ja, dan wordt het zonder publiek. Dat is natuurlijk ook een beetje raar. Ja, dat is ook niet leuk, hè? En we moeten toch van ons publiek hebben, hè? Ja. En hoeveel pk, hoe snel rijden? Ze rijden. Twee verschillende, kijk. Deze hebben een nieuw blok erin. Ja. Die zijn we helemaal aan het uittesten. Maar je zegt we, sleutel je zelf ook aan of wordt dit zo neergezet en jij komt aangelopen en... Nee, ik sleutel er zelf aan. Ik haal het hele motorblok een beetje eruit. Je hebt natuurlijk geen opleiding gehad, want je heb je gewoon vanaf... Van het moment dat ik met Lego ging spelen, ging jij hiermee spelen waarschijnlijk. Ja. Hey, en welke van de twee bikes, maar wat is dan, waarom heb je dan niet gewoon één, wat is het verschil zeg maar? Dat is gewoon je oude en dit wordt de nieuwe? Nee, dit is een oefenmotor. Met deze motor oefenen we heel veel dingen, zeg maar. Dus daar passen we heel veel aanpassingen aan, eigenlijk. Oh, maar meer motorisch. En dan kijken of het hier op aanslaat en dan zet je het op het echte. Oh, wauw. Oké. En wat is de laatste aanpassing wat je hier hebt gezegd? Dat je denkt, dat moet gewoon daarin? We zijn nu de hele motorblok hebben we gerenoveerd. Ja. Alles hebben we aangepast. We zijn nu nog heel veel aan het testen met dit motorblok. Een nieuw motorblok is voor ons, zeg maar, uit Spanje. En waar komt dit motorblok dan vanuit? Want het komt ergens vandaan, toch? Of is het helemaal met de hand opgegaan? Oh, uit de Suzuki ook. Oké, je bent wel echt Suzuki-minded, zag ik al inderdaad. Ja, dat is wel. Ja, zijn dat de beste motoren? Voor dit soort dingen? Ja. Want op de grote zit ook een Suzuki. Nee, de grote is een mix van Puma en Yamaha. Hey, kijk. Wauw, echt mega onder de indruk. Ik denk, stop even met filmen, ik had netjes dat iemand binnenkomt, maar... we hadden het net eventjes over dit. Dit is jouw motor. Nee, niet hè? Nee. Maar je doet een beetje. Als ik hier. Ik bedoel, ik vind het wel een stoere bike. Maar wat is dit dan precies? Een hij is wat kleiner. Bike. En? Junior drag bike. Een junior drag bike. Dus hier kan ik op bijvoorbeeld. Nee, je kan een kind van 7. Gaat de meisje van 7 jaar gaat erop rijden? Hier gaat de meisje van 7 jaar. En dat mag gewoon. Dat mag. Oké. Mag eigenlijk ook. Niet in de officiële wedstrijden, alleen met oefenen mag dat wel. Maar vanaf 8 in Nederland mag het. In Amerika mag je al vanaf 6 jaar.
Hoeveel meiden in Nederland doen zoiets? Hoeveel vaders zetten hun kind op zo'n motor? Wat? Nee. Nee, dat zijn... Maar dat is wel de manier om de beste te worden. Ja. Dus dit wordt gewoon. Maar is het, dit is dan ook een vader die er ook. Of een moeder die er ook heel veel passie mee heeft, denk ik? Vader. Ja, meestal zal het vader zijn, denk ik. Maar ik denk, laat ik niet generaliseren in deze. En wat is jouw bike? Ik heb heel lang op die gereden. Ik ga nu voor dit jaar op deze rijden. Maar hier zit het, want dat is echt drek. En wat is dit? Jij gaat gewoon een circuit over. Nee, ook drek. Oh, dat is ook drek dan, oké. Okay. En waarom heb je. Maar je hebt geen. Je hebt wel iets langere achteras volgens mij, maar. Ja, je hebt een beginnende klasse en je hebt gevorderde klasses natuurlijk. En dit is dit dan een beginnende klasse? Ja, ik kom van een Ducati Monza wat een vrouwenmotor is, dus ik ben nog niet eens een beginnende klasse. En hoe snel is dit dan? Als je de quarter mile zou moeten doen? 10-8. 10-8, dus 402 meter in 10-8. Oké, en dan hebben we het meisje van 7 hier. Hoe snel zou zij de quarter mile doen? Zij mag tussen 13 à 12 seconden. 13 uit. Dat is 200 meter. Oh, dat is dan 200 meter, ja precies. En hoe snel, dit was de demo, dus hoe snel ben jij dan op die quarter mile? Wat is de snelste tijd ooit gereden? Ik had een 9 of 10. Een 9, een hoge 9. Een hoge 9 had ik dat maar op school vroeger. En je vader is natuurlijk de koning dan, zeg maar? Ja, 6-2. 6-2? 6-2. Hij heeft geen rimpel op zijn gezicht, denk ik. Dat is allemaal naar achter gegaan. Ja. Oh. Houdt dit werkje jong of maakt het je oud? Jong en oud, denk ik. Combinatie van mij. Ja, dat wel. Oh. Hey, is het wel eens mis? Ja, ik weet het stiekem al natuurlijk. Want ik weet wat je gaat antwoorden. Het is wel een keertje met je misgaan. Hè? Was dat op deze motor ook? Nee, het was op een TL1000 blok. Op een standaard motor. Volgens mij was dat in de vorm. Ja. De motorblok zelf was gewoon standaard. En wat gebeurde? Wat ging er mis? Ik ging in een burn-out. En in de burn-out ging de motor naar rechts. Ja. Ja, naar links af. Ja. Terug. Spiegelbeeld, heel goed voor de camera. Ja. En daar ging in één keer, schoot hij door. Dus hij kreeg te veel grip, dus hij schoot door. Was je vader op dat moment aan het kijken? Nee. Oh, dat is mijn geluk ook, denk ik. Je zei, ja. Ja, mijn vader die had net maar was hij er wel? Zat en die zat in de tent. Dus die was alleen maar bezig met zijn motor. En iemand anders hielp mij. En dat was in de avond gebeurd op de baan. En waar is dat gebeurd? Engeland, Zandvoort. Want je gaat door heel Europa heen? Ja. Normaal gesproken? Ja. Hey, je bent daar goed vanaf gekomen volgens mij? Ja, ik leef nog. Maar je bent wel geschrokken? Ja, dat wel. Maar ik heb de dag erna wou ik weer opstappen. Ging het niet omdat het regende. Toen moest ik 2 maanden wachten. En toen kon ik weer rijden. Dat is belangrijk, denk ik, om snel weer juist erop te stappen. Ja, dat wel. Ja, en dat is dus in ieder geval gelukt. Ja, dat is zeker gelukt. Hey, en waar ga je dan allemaal heen? Waar ben je geweest? Wat voor landen? Ik ben in. Kijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk, België. We willen dit jaar. Wouden we naar Malta gaan? Ja, helaas gaat dat nu niet door. Helaas gaat het niet door. Hey, maar is dit iets waar je heel erg rijk van gaat worden? Of is dit iets wat eigenlijk gewoon stiekem gewoon geld kost, waar je heel veel passie voor moet hebben? Het kost geld. Het is gewoon onze passie uit. Ja. Hey, hebben jullie wel sponsoren ook? Want ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja, en wat is bijvoorbeeld jullie hoofdsponsor dan? Hummel. Oké, dat is wel een goede sponsor om te hebben, denk ik ook. Want daar moet jullie het ook wel van hebben. Hoeveel tijd steekt je pa... Hoeveel tijd steekt je er ongeveer in, denk je? Ja. Ja, je moet eigenlijk wel gewoon een soort relatie met je motor hebben dan, hè? En jij zelf ook? Ben je liever hier of liever thuis? Ik wil altijd hier. Ah, dat is een goed teken, dan doe je het met een smile op je vuist. Nice. Hey, zullen we dan maar je auto gaan wassen? Nou ja, het is ook wel die Sahara-zand nu, hè, die in één keer naar beneden komt. Echt heel vervelend is dat als autowasbedrijf zijnde. Ja, ja. Alright, let's go. Nice shark. Uit de auto, nice shark. We gaan niet weg. Oh, kijk eens eventjes. Nou, dit was... Is het een beetje netjes schoon? Eerlijk gezegd, hè? Ja.
Hey, ik vond het super leuk om even een kijk te bekijken bij jullie in de schuur. Er kijken nu 12 man naar me ongeveer. Maar het was in ieder geval hartstikke leuk. Het was hartstikke gezellig. Ik ga er een leuk filmpje van maken. En binnenkort mag ik ook een grote filmpje maken. Ja. We'll be back. In ieder geval, Sharp. Dankjewel, hè. Bye. Bye.